Alright, without further ado, wil ik de eerste speaker voor vandaag aankondigen. Dat is de heer Roger Cameron. Hij is Independent Mining Metals en Professional, geboren op 30 november 1970 in Amsterdam. Op bijna 7-jarige leeftijd is hij dus verhuisd naar Suriname. 19-jarige leeftijd, terug naar Nederland. Weer toen hij 25 was, afgestudeerd aan Toedelf als scheikundig technoloog. Hij heeft gewerkt in Nederland als schoonmaker, klusjesman, barman, procestechnoloog, laborant, procesautomatiseerder, systeemintegrator, IT-manager, projectmanager. Je hebt zelf die groei gezien, hè? Op bijna 34-jarige leeftijd nog een keer verhuisd naar Nederland met een medeneming van 1 vrouw en 2 kinderen. Om op 40-jarige leeftijd nog een kindje erbij te krijgen. In Suriname werkzaam als bedrijfsadviseur, hosselaar, keukenkastenmaker, meubelmaker, aannemer, verkoper en docent. PTC, maar nu ook op IAED en UVS. Bijzondere activiteiten, hij is medeoprichter van Mungo Minerals, zoals je daar ziet. Hoofdadviseur en projectmanager van NV Grasalco, dat was hij tot 2010. En hij is bestuurslid vereniging van Mijnbouwdigen, geologen en hij is ex-columnist van The United Magazine. So here to share his fuck-up, een applaus voor Roger Cameron. Hij komt van achter met een entrance. Dus blijf ook maar wat er hier is. Yes, yes, yes. Ah, dank u. Ja, dankjewel. Goedenavond iedereen. Aparte aankondiging. De helft klopt niet hoor. Maar goed, wanneer mensen je laatst met een vraag om iets te doen, dan ga je wat met je snelle dingen opschrijven. En als jullie een beetje hebben kunnen tellen, dan heb je wel begrepen dat ik al de halve eeuw gepasseerd ben. En alle mensen vergeten alles, ook hun eigen leven. Maar goed, dit is een nieuw concept en ik ben nog van de oude stempel, dus dat woord zeg ik niet. Ik heb het netjes afgekort. En, ik heb zoveel meegemaakt, vooral hier in Suriname, toen we naar hier toe verhuizen. Toen we naar hier toe verhuizen, is het eerste wat je familie hier vraagt van, voor wie ga je werken? Zo, ik bedoel, voor wie ga ik werken? Ja, ik was staatsmoeder werken, sociaal koop, militant. Ik zei van, nee, ik ga gewoon kijken, ik ga met je geld verdienen, hoop ik. Nou, en de ene helft van de familie in paniek, de andere helft denkt van, oh, dus je hebt mijn rijkslaat. Ik zei van, nee, dus absoluut niet. Nou, we hebben een beetje geonderneemd. Ik heb als consultant gewerkt. Toen we hier kwamen, was ik betrokken bij een groot project, Kaolin, of nou, wat een groot project zou moeten worden, Kaolin project. En ik heb daarnaast nog als bijzonderheid inderdaad voor Grasalco gewerkt. Wat ik vanavond wil doen, is een beetje die twee projecten uitleggen, die dingen die ik heb meegemaakt daar. Maar ik zal beginnen met mijn algemene ervaringen, dingen die ik heb gezien, waardoor ik dus vind, of je ziet of jullie eens zijn, van waarom heel veel dingen in Suriname F-views worden. Dat is de eerste F-view, dat weet ik goed is geregeld. Oké, wat zou er in mijn ogen voor als je een onderneming hebt, of je kan wat anders zijn als je iets begint, dat het vaak helemaal verkeerd gaat. En ik heb dit al net opgesteld met het ondernemen op het spookpunt, zeg maar. Je wil winst maken, je wil gaan leven, je gaat dingen doen die je leuk vindt om van te leven. Niet werken voor de baas, je bent de baas. Oké, eerste wat ik heb meegemaakt met wat ik heb gezien, zelf in het ondernemen en vooral bij veel klanten. Controle van financiën is dat ze hun financiële leven niet onder controle hebben. Ja. Veel meer geld uitgeven dan er binnenkomt of geld verkeerd uitgeven. Of soms helemaal geen geld uitgeven terwijl je dat wel moet doen. Als je een, zeg maar, zoals je hebt gehoord, ik ben ook een beetje meubelmaker. Ik koop bijvoorbeeld, maak ik geen grappen over het kopen van een machine als ik die nodig heb. Want als ik die machine niet koop, kan ik geen meubel maken. Maar dan kan ik eentje kopen van een Makita. Of ik koop een Makita. Ik heb die Makita ook wel eens gekocht.
En toen was het bijna zingen en huilende vrouw en kinderen, want dat ding vloog met elkaar. Dus dat was echt een FU. Dat zijn financiële zaken waar je niet op moet bezuinigen. Maar als jij, stel je verkoopt sap. Ja, iedereen zegt van je mag lekker sap, je gaat verkopen en je hebt de eerste order voor een catering, een feestje. En heb je veel geld verdiend. En dan zeg je van zo, we gaan allemaal uit eten vandaag. Dat is niet zo slim. Ja, dan ben je zomaar je geld kwijt in plaats van met je dat geld bijvoorbeeld in die nieuwe perszak moet kopen. Oké. Verder, geloof. Ja, wat ik deel van mensen, wat veel hebben meegemaakt. Iemand heeft een bedrijfsidee of een product enzovoort en dat ding loopt voor geen meter. Maar ze geloven erin. Ze van ja, nee, ik geloof erin. Het wordt een succes. Maar er is geen markt voor je verkoop niet. En dan blijf je te lang hangen. Als het niet loopt, was later. Je omgeving niet goed kennen. Dat is iets, ik sprak net met boven met de volgende spreekster. En hadden het over wat je overkomt als je van buiten komt. Als je niet in Suriname woont en werkt, dan, maar je bent wel van je afkomstig, dan zie je heel veel mogelijkheden. Dan denk je van, hey, wat ik hier in Nederland zie, wat ik in Amerika zie, wat ik in Engeland zie, waarom kan dat ook niet in Suriname? Of nee, je weet het zeker dat het in Suriname kan, want je gelooft erin. Maar je kent Suriname niet, je denkt het te kennen. En dan kom je naar hier en dan ga je van alles en nog wat doen. En dan gaat er van alles mis, omdat je omgeving niet goed kent. En je omgeving kennen is heel erg moeilijk. Vooral als je in de omgeving zelf bent opgegroeid. Je moet uit de omgeving weg om het objectief te kunnen bestuderen. En dat wordt heel vaak, nog steeds heel veel, onderschat. Belanden in survival modus. Dat je bezig bent en op een gegeven moment kan je nauwelijks meer eten en drinken. Je kan geen huis meer betalen, want je kan van nemen, dus je mag natuurlijk je eigen huis. Dan kan je gekke dingen doen. Meegemaakt bij een bedrijf. Dat ze een potentiële grote order kunnen krijgen. Wat eigenlijk op dat moment hun lifeline zou moeten zijn. En ze zitten bij die klant en zeggen aan die klant van, hey, heb ik geld om te investeren in mijn bedrijf? En die klant zegt van, pardon. Ik moet in jou investeren waar jij moet voor mij gaan leven. Hoe ga je voor me leveren waar je dat doet? Die klant is weggerend. Bedrijf, maar dood. Survival mode, killtje. En wat ik ook heel vaak zie, of heb gezien, die one in a million als rolmodel. Ja, vandaag de dag heb je iemand, is Elon Musk, groot succesvol, die man is super briljant. En ik zag een tijdje geleden zo'n filmpje rondgaan waarbij hij interviewde en zei hij zoiets van, ja, wat is het, een master of bachelor's degree, boah, wat doet dat? Daar kwam ik eigenlijk op neer. En heel veel mensen die waren daar, van, ja, zie je wel, je hoeft niet te studeren. Bullshit. Ja, bedoel, Elon Musk is een one in a million, misschien one in a billion zelfs, die dat heeft kunnen doen. Die andere rest, je bent niet geschoold, je gaat op je bek. Simpel. Oké, de. Ja, sorry. Pointer klikken. Goed. Ja. FU's maybe. Die anderen dat zijn zeker slag. Misschien. Fake it till you make it. Je moet, natuurlijk als je zaken doet, niemand wil gaat dingen kopen van iemand die eruit ziet van boy, you know. Dat is niet geen succes. Maar je kan, dan moet je een goede balans in vinden. Want je kan, als je begint ondernemen, je hebt 0 klanten. En je gaat je eerste klant binnenhalen. En je doet alsof je 100 klanten hebt. Ja, dat is niet zo verstandig. Ja, maar je kan. Je kan heel vertrouwwekkend overkomen, ook met die 0 klanten. Ja, maar ik bedoel, moet je wel een beetje representatief en vooral vertrouwen hebben in datgene wat jij aan de man of vrouw brengt. Adviezen opvolgen van mensen. Dat is altijd, hè? Je begint met wat en iedereen weet precies wat je moet doen en wat je niet moet doen. Adviezen volgen, ik heb zelf één heel eenvoudig filter. Wat is je cv? Je hebt nooit wat gedaan? Dan is het een heel leuk gesprek en ben ik heel aardig bij de luisteraars. B,
doorzetten of opgeven. Soms kan je terugkomen tot het geloofding, soms kan je te lang vallen houden, vasthouden aan iets dat gewoon niet gaat. Want je zegt van ja, ik moet doorzetten. Maar als alles indicatoren, alles wijst van dat het niet gaat werken, moet je loslaten. Soms is het omgekeerd, dan denk je van hé, het lukt niet, ik geef het op. Maar terwijl eigenlijk wel genoeg potentie is dat het wel een succes geworden, omdat er duidelijk aanwijsbare zaken zijn waarom het niet goed is gegaan. Stick to the plan. Vaak heb je een, soms mensen hebben een idee, zelf, of meestal standaard als je naar de bank gaat, je geld hebben, ze dan mag je businessplan zien. Oké, opgesteld enzovoorts, en dan moet je dat volgen. In theorie. Als je niet flexibel bent, dan gaat het niet. Soms denk je van, ik ga te beginnen met het sapverhaal, ik ga sappen verkopen, maar het einde luk, dus ga je geen sap verkopen, maar is het wordt je metselaar wijze van spreken, omdat dat de skill was die je had. En uit zoveel gesprekken met potentiële klanten blijkt dat er een groot tekort is aan een metsel, goede metselaar of een metselbegin. Details zijn zo vreselijk belangrijk. Als je geen details hebt over vooral je financiële situatie, over wat je precies wil bereiken, dan beland je in een droomwereld. Dan denk je van ja, het komt allemaal wel. Te veel details is ook weer niet goed. Soms blijf ik er lang neuzelen over, en dit moet ik precies weten, dat moet ik precies weten. Je moet gewoon gaan, sommige momenten. Oké, mijn eigen ervaring. We kwamen hier in Mongo Minerals, super project, de tijd was er ook voor. Ja, het was in 2004, SCB was net ingevoerd, we hadden een stabiele munt. Zelf had uitgebreid, IMGOL, of Cambior, die was toen begonnen met goud. Nou, Suriname draaide als een tierenleer. Ook in de wereld op dat moment was er een hele verandering gaande binnen de kaolinwereld. Grote kaolinafnemers die zochten naar andere bronnen. En dus ja, bovendien, dat was nog het grootste opportunity, was dat de Suraco en BHP die zeiden van nou, we moeten in Mongo, Komotibo gebied, dan gaan we stoppen met bauxiet. Er is niet meer, er is op en we staan open voor overname van oude mijnen voor andere partijen. Nou, je zou denken van oké, dus business-wise, business case is in theorie gemaakt. En dus de uitdaging waar we heel voor stonden. Ja, we waren toen met een groepje van vier mensen, drie in Nederland, eentje in Suriname. En we hadden dus de uitdaging waarvoor we zaten, was één, je hebt geen geld. Ja, we waren allemaal gewoon arbeiders ergens in dienst. En twee is, je hebt geen enkel mijnbouwrecht, geen recht om kaolin te mijnen. Ondanks dat je wel de support hebt van de mijnbouwmaatschappijen. En als klap op de voorpijl bleek dat toen we eenmaal werkelijk monsters namen en ze wegstuurden enzovoort, dat die kaolin van interessante kwaliteit was. Nou goed, heel velen vallen opstaan. Uiteindelijk kwamen we wel tot het moment dat je zegt van ja, het kan een succes worden, of in ieder geval voor ons was dat op het moment een succes, is dat we dus echt op papier en op fysiek de support kregen van Alcoa en de BHP. En Alcoa betekent dus niet Suralco hier, maar hun moedermaatschappij die support hadden. Risicofinanciering was op orde. Waar de kaolin zelf op kunnen werken naar wat de klant voldoende vond. En daardoor hadden we afname intenties zelfs. Een van de klanten die zei van, jongens, hoeveel geld hebben jullie nodig? We gaan ervoor. Nou dus, waarom staat die fabriek er niet? Waarom is het groot succes? Om te beginnen, we hadden een corrupte minister. Die speelde het spelletje niet helemaal mee. Die deed heel een beetje moeilijk over het verstrekken van langdurige mijnbouwrechten. En dus waardoor het tijdsmomentum aan het verdwijnen was. Klap op de vuurpijl kwam de financiële crisis in 2006, waardoor die afnamepartner zei van jongens, dit wordt moeilijk. En ik denk toch wel het belangrijkste deel is dat we een business idee hadden van wij willen dit zo doen, we willen niet gewoon een
buitenlandse partner naar hier, een buitenlands bedrijf hier hebben, maar willen echt een Surinaamse bedrijf opzetten. Met een grote Surinaamse inbreng om zelf te kunnen bepalen wat je met je geld gaat doen. En ook sowieso hoe je het bedrijf, de bedrijfsvoering gaat doen. En dat zorgde voor hele lange onderhandelingen met mogelijke partners. Dan uiteindelijk einde van deze oefening. Maar we zijn niet opgeven, dat zei, dus doorzetten of opgeven. Toen we begonnen, hadden we een analyse gemaakt van waar kunnen we Kaalien voor gebruiken. En omdat het kans er eenmaal was om het op de wereldmarkt groot af te zetten, hebben we toen die route gevolgd. Maar er was ook andere iets nieuws toen de tijd. Dat was dat heet Meta-Kaalien. Dat is relatief nieuw rond 2001-2002. En bij die Meta-Kaalien kan je dus je cement veredelen. Dan zeiden we, oké, Suriname heeft veel bouwprojecten. Zou veel bouwprojecten moeten hebben, om het goed te zeggen. Dus waarom zouden we niet dat kunnen proberen? En werkelijk, in een record tijd, hadden we niet alleen die Meta-Kaalien uitgevonden, of gemaakt, een juist proces gevonden. Alleen, ja, nog niet het juiste proces, sorry. De goede testen gedaan en werkelijk volgens onze calculaties zouden we zeker Suriname voor circa 20% aan cementimporten kunnen besparen. Maar goed, dus de kansen, deelimporten vervangen, ja, de regio, ik zeg, we hebben eigenlijk als Suriname met onze grote potentie aan ons bouwmateriaal exporteur, hebben een grote vriend. Elk jaar komen de orkanen in de omgeving, die blazen heel Caribisch gebied plat en ze moeten opnieuw huizen bouwen. Kunnen wij weer leveren. Zouden we moeten kunnen leveren. Maar goed. Nou, de uitdaging waar we stonden, de markt, ja, in tegenstelling tot de vorige periode was de markt secure, nu had je geen markt, moest je ontwikkelen. Geen financiering om het rond te krijgen, om het je fabriek te financieren, eventueel. En de technologie van hoe ga je dat kostenefficiënt maken. Nou, al die hebben we juist de technologie gevonden. Financiering op orde en uiteindelijk fabriek gebouwd. Ja, en toen waarom is nu niet overal Meta-Kaalien in alle bouwprojecten verwerkt? Vanwege die AFU's. In het hele proces, toen we bezig waren, was het binnen het bedrijf heel sterk gefocust op het vorige project waarbij die markt eigenlijk al verzekerd was. De organisatie groeide te snel. Veel te veel mensen in dienst en dat is al snel salarissen betaald. En je verdient niks, dus dat betekent dat zijn keiharde investeringskosten die gewoon verdampen. En als doodsteek, onbetrouwbare marktpartners, je denkt van je sluit op deals met wat partijen en die uiteindelijk zeggen van nee, ik ga toch niet kopen. En het onderschatten van een negatieve, wat ik noem onderbroken lobby, negatieve lobby, is dat de niet iedereen was blij met onze approach om de cementimporten een beetje te dempen. En dat was niet dat ervoor gezorgd dat we niet die afzet hebben kunnen krijgen waar we zouden moeten krijgen. En er zijn nog een aantal andere factoren, maar dat zijn de belangrijkste, wat ik denk. Nou, dit is de fabriek, zoals die eens was. Volgens mij staat het er grotendeels. Het staat nog wel, maar niet meer functioneel. Dit heb ik even geput uit iets waar ik nog had liggen. Hele oude foto uit het jaar, heel lang geleden. Oké, tweede. Ik heb jarenlang, toen ik bij Boogmiddels bezig was, kreeg ik dan zelf een tweede leven rond 2005 was dat jaar. Toen kregen ze een nieuwe directeur en het bedrijf was helemaal failliet. Of failliet, dat was op zijn gat. En de directeur die kende mij vanwege dat ik elke dag bij de GND ging, zei van hoe zit mijn moorrecht, hoe zit met mijn moorrecht. Dus. En zei van ja, kom maar helpen bij, en werd directeur toen bij Grasalco, van de GND naar Grasalco en vroeg van kom maar helpen. En hij had een heel veel mooie ideeën, het was op de tijd, hè? Dezelfde tijd rond 2006, steeds West-Suriname liep. Grasalco had vanwege de geschiedenis hoe Rozenberg is ontstaan,
wat ik een zaalko op heeft, ik weet niet of het nu zit, hè? In ieder geval, ze hadden een deel van de royalty van de staat in de band bij hen, waardoor ze dus vaste inkomsten hadden. Dus er was een zekere basis om er wat van te maken. Toen hij daar kwam werken, was hij volgens mij precies één personeelslid. En hij begon dus langzaam maar zeker het bedrijf op te bouwen. Een hele korte tijd had het bedrijf allerlei serieuze potenties. We hadden het goudconcessies, mijn moeder heeft hier dat netjes, om te exploreren. Had me gevraagd om het granietmijn op te zetten. Dat hebben we ook allemaal gedaan. We waren bezig met kukgebruik in het binnenland voor de goudwinning, om dat onder controle te krijgen samen met de WWF. En er waren gesprekken met Rio Tinto voor onder andere ijzer-ijs-exploratie. En een grote uitdaging wat voor het bedrijf sowieso voor staat is, het is een staatsbedrijf, dus politiek. De Kazalko had een relatief slechte naam. Ze hadden een aantal mensen vroeger niet betaald. De financiële positie was niet goed. En wat ik al zei, er was geen staf. Dat ging te snel. Oké, uiteindelijk hebben we wel degelijk, zeg maar, is er geëxporteerd, maar van het bedrijf, ik weet niet wie de klant heeft gelegen of wie het nieuws heeft gevallen, is dat het bedrijf niet echt mooi in de publiciteit is gekomen de laatste tijd. Ze konden nauwelijks salarissen betalen en vandaag hoor ik dat die granietmijn die wij toen hebben opgezet, is eindelijk, ik weet niet waarom, gegeven als lezer en dat het ook geen succes is. En waarom? Omdat die directeur in 2010 werd verzameld door een andere politiek en die heeft er een zoontje van gemaakt. En de vervolger die heeft er nog een grootste zoontje van gemaakt. Ja, en de fout die hij daar heeft gemaakt eigenlijk, wat ik dus afvuren eigenlijk, die politiek dat kan je niet voorkomen, dat is helemaal zo. Maar hij heeft gekozen voor een low profile. Alle goede dingen die hij deed heeft hij niet in publiciteit gebracht. Waardoor jouw grootste kracht eigenlijk als staatsbedrijf, dat is support van de eigenaar. En de eigenaar, dat zijn wij allemaal. Want wij zijn inwoners van het land. Dus als hij dat had gedaan, dan was de kans dat hij was vervangen waarschijnlijk ietsje minder geworden dan als hij in support. Wie weet. Nou, dat was het. Hier zijn nog een paar foto's van wat we toen doen. Deze blokken hier die werden verkocht, gingen naar Amerika. En hier zie je die jongens een beetje aan het werk. Hier zijn de Chinezen. Of niet meer, waren Chinezen, ze zijn nu weg. Oké, dat was het. Dankjewel. Yes, mij nog een applaus voor Roger. Ik wil natuurlijk weten of we vragen hebben vanuit de zaal voor Roger over zijn verhaal, over zijn fuck-ups. Iets waarin je verduidelijking wil clarification, dat mag nu. Anyone? En dan kom ik naar je toe met de microfoon. Ja, en het is de bekende in de zaal dus. Goedenavond Roger, bedankt voor de mooie presentaties. Als je nou echt analyseert, hè, en je gaat echt terug, helemaal terug naar wat nou het probleem is geweest in de eerste business case, eigenlijk die je hebt gepresenteerd, dat Caroline verhaal. Want ik hoor een heleboel dingen, politiek, corrupte minister, dingen waar je eigenlijk je invloed op kan hebben op dat moment. Waar is nou het probleem volgens jou geweest waar je wel invloed op kan hebben? Zodat we kunnen leren hiervan. Ik denk dat het grootste probleem was dat vasthouden aan het businessmodel. Ja, van je wil en je zal zorgen voor, wat zo zijn we begonnen. Van we willen een Surinamisch mijnbouwbedrijf hebben. We willen afstappen van dat buitenlandse bedrijven die komen en die pakken alles mee.
dat we gaan met de bauxietindustrie, dat hebben we nu met de goud. Goud is helemaal belachelijk. Ja, en dat hebben we denk ik te lang vastgehouden. Omdat je natuurlijk met de partners zit en die zegt van ja, oké, okay, als je met, bedoel, dat komt natuurlijk op tafel, als ik alles krijg, dan gaan we snel. En je hebt een time window, window of opportunity, waarin jouw business een succes kan worden. En dat vasthouden aan het concept heeft ervoor gezorgd, denk ik, dat is, dat die time window voorbij is gegaan. Nou, dat is het. Okay, had je, als je kijkt naar de technische, de creatieve, de engineers die bezig zijn met het product, en je kijkt naar de commerciële kant, waar zat de zwaartekracht? Zat in principe bij de technische mensen. Dat is wat je hebt gezegd, hè? Ja, bij het tweede project. Bezig met het product. Maar als het product goed is, als het product toegevoegde waarde heeft, als het product een vervanger is of een versterker is voor cement, en ook nog voordelen heeft ten opzichte van in prijs, in sterkte, dan waarom is het niet gelukt? Dat je tegengewerkt wordt, dat is standaard. Maar daar moet je wel weer heen kunnen. Ja, ik denk dat je het heel goed zegt. Dus je noemt al die dingen op, maar je moet het ook verkopen. Ja, bro, vandaag de dag, hoeveel procent van... We zitten in de ergste situatie wereldwijd waarin de moderne mens zich ooit heeft gezeten. En we hebben als land hebben een unieke situatie, is dat jij kan gaan naar, of kon, gaan naar een locatie en je zegt van, geef me dat vaccin wat ik wil. En toch is het midden, ongeveer de helft van de bevolking die zegt van, ja, ik wil het niet. Nou, waarom is dat? Is dat hetzelfde verhaal eigenlijk. Het is logisch dat als je dat neemt, het is bewezen dat je dan de kans dat je doodgaat, in ieder geval veel kleiner wordt. Omdat het niet is verkocht. En dat, ik denk dat een heel belangrijk een stukje is, dat is onderschat. Van dat het product is goed, alle voordelen wat je net opnoemt, die zijn er, dus het zal zichzelf verkopen. Helaas werkt het niet zo. Althans, zo hebben wij het niet ervaren. En ik weet niet of er voordelen zijn waar het wel zo heeft gewerkt, behalve als er een noodzaak is dat iemand het echt nodig heeft. Zal het vaccin zijn dat het niet nodig is? Jullie aandeelhouders, die hebben geld gezet erin. Ik weet dat jullie toen de tijd een heleboel, in ieder geval sessies hebben gehouden om geld te halen. Is dat allemaal gedaan? Ik denk het wel. Ik heb er voornamelijk technisch in gezeten. Dus wat betreft de financiële zaken, hoe dat is afgewikkeld of zo, weet ik niet. Maar het lijkt mij dat een van de risico's is voor ondernemen natuurlijk. Nou, ik denk zelfs dat het een van onze zwaktes is hier in Suriname, waarom heel veel niet van de grond komt, is dat we gewoon een heel groot gebrek hebben aan risicokapitaal. Je stopt geld in iets, je neemt het risico, het is weg, het doet pijn, op naar de volgende. Zo'n vraag wat je net stelt is eigenlijk al tekenen, toch? Ja, mensen hebben geïnvesteerd erin, het is geen succes, natuurlijk is dan het geld weg. Ja. Ja, het hoort niet eens de vraag te zijn. Ja, bedankt. Dank u wel.